Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Farmington Tales. Mocht je de vorige aflevering nog niet hebben gezien, check de link hierboven. Daar staat hij altijd. Laten we direct beginnen met een leveltje. We drukken op play, kijken welke die wil doen dat we doen. Nou, het is die. Zet ik weer eventjes mijn geluid uit van mijn game, want anders is dat weer copyright natuurlijk. Moet je natuurlijk niet hebben. Vind 3 items. Auto hint, oké. Dan gaan wij eventjes in de tussentijd gems zoeken. En wachten we even op die auto revealer. Die best wel obvious is meestal. Dus ik hoef niet eens echt goed te kijken volgens mij. Het enige waar ik voor moet kijken is die gems. Er is er nog eentje. Ah, hier. Kijk. Nou, die hebben we direct. Als het goed is, horen jullie weer lekker muziekie. Zoals vorige aflevering. Was een beetje wack. Maar, dat maakt niet zoveel uit. Hij revealt niet zo heel veel. Hij is een beetje... Ja, ik weet niet. Hij revealt niks. Hallo? Auto revealer. Nou, ondertussen verkopen we onze stok. Dat is mooi, maar... Hij revealt niks. Dan moeten we maar gewoon beginnen. Misschien revealt hij nu wat. Ah, weet je, fuck it. Ik ben er ook gewoon helemaal klaar mee. Ik ga gewoon zoeken. En we hadden toch we hadden geen lepels nodig. We hadden nog één vork nodig volgens mij. Ergens voor. En een paraplu. Ja, quest item. Die hadden we nodig. Wat hebben we nog meer nodig? Ik herinner dat natuurlijk niet. Scissors. Dat zag ik daar staan. Thermos. Thermos. En bedoelen ze gewoon thermostaat of... Ik heb geen idee. Dried reeds, dat is dit. Ja, hey, dat was precies degene die we nodig hadden. 5 items, oké, ja, thermos. No hints, oké. Dit is een thermos. Nee, godverdomme. Oh, dit is een thermos. Thermos, curtain, jewelry box. Dat is een juwelendoosje. Hier ergens moeten staan, wou ik zeggen. Tuurlijk staat hij hier, want... no shit. Anders staat het niet in de lijst. Alleen dan vraag ik me wel af waar die box is. Ik denk dat het gewoon een klein doosje is, toch? Misschien een doosje van een ring? Zoiets denk ik aan dan, maar... Oh, dit. Nee. Nee. Oh. Dit. Ja, kijk. Spoon, lepel, dat was hier. En een birdcage, een vogel. Hier, nee. Hier. Kijk. Dat is helemaal top. Highest to lowest on the screen. Een remote, een dice, Turkish koffiepot. En een shaving brush. Shaving brush. Dus. Dat bedoel, ja, hier. Deze. Dat was puur de hint die het weggaf. En van het hoogst naar laagst. Een remote hier. En een Turkish koffiepot. Wat is een Turkse koffiepot? Dit? Nee, dit. Nee, dat is een vijf van stampen. Ik begrijp niet wat ze daarmee bedoelen. Ja, waarschijnlijk gewoon... Oh, dit. Ja, sowieso. Ja, en een dice. Ja, hier. Yay, alle items gevonden. I was just talking to Dahlia. And she's invited me over for dinner tonight at the farm. Will you be there too, Tycho? I told her it can be a black tie affair, because I don't own a black tie. But luckily she said it's
a no tie affair, so shoes are required though. complete quest, 70 ducaten, lekker. Vorige aflevering was ik trouwens na de tweede puzzel vergeten het geluid er weer terug te zetten, vandaar. Howdy Floyd, you ain't seen any of my animals running around here? Over here, have you? Harry, they're running all over the place. What the heck happened? Well, now calm down, Floyd, it ain't my fault. They just looked restless and I wanted to give them a chance to stretch their legs. I was supposed to know they were gonna make a run for it. I know, Rockhart. We round up these animals, come on. And Harry, you stay right there and don't make any trouble before we get back. Well, there ain't no need to be mean about it. Ik vind de stemmetjes leuk die ik doe. Ik weet niet, ik word er steeds beter in. Oh, we moeten... Geit. Paard. Geit. Paard. Varken. Kon ik een heel racist grapje overmaken. Paard. Ik ben ook echt alleen maar de perimeters. Geit. En dan hier in het midden. Hond. Nee, die doen we niet weg. Alleen als hij opgeblazen wordt door een mijn misschien, maar hij had een mijnveld uitschakeld, dus dat is goed. Waar is het klote beest nou? Dat laatste beest. Oh, hier. Waar? Ik had daarop gedrukt. Stond er twee? Ik heb geen idee. Wiet. Kijk. We zijn eentje omhoog gegaan. Gaat niet heel snel. All tractor. Ja, even alles voederen. Lekker alles plukken. Dat gebeurde de vorige episode ook. Dat was best eng. Wiet. Corn. Tomato. En de eitjes zijn klaar. Geweldig. Hier hebben we ook gewoon een veldje. Jezus Christus, lekker afgelegen, jongen. Nou, die zijn al... Oh, lekker. Dat is altijd goed. Dat is alles upgrade. En hier was strawberry. Nog corn. Oh, deze is ook klaar. Nou, hier komen dan tomaatjes op. Want hoe we werken met het systeem, we gaan gewoon zo een systeem volgen, weet je wel. Hoef ik nooit te kiezen wat ik ga planten. Ik plant ik gewoon op systematische volgorde. Ah, fuck it. We kunnen er 4 doen, hè. Ik weet niet. Zo, die doen we gewoon zo. Oh. Jezus. Alles gaat lekker level up hier. Jeke Christus. Verkopen we niet... Ja, zie je, we verkopen dit voor veel te weinig. Hup. Ja, de strawberries zijn in de uitverkoop. Omdat we er toch zoveel hebben. Mag het wel eens een keertje, toch? En tomaten voor ietsje duurder. Weet je, we ploegen gewoon dit landje om. En dan zullen we ervoor zorgen dat... hier doen we gewoon direct wel wiet op. Altijd lekker. Hupsakee, water. En dan gaan we nog eventjes een leveltje spelen. We gaan de old tractor doen. Zo, geluidje weer uit. Anders copyright, willen we niet hebben. Hij is aan het laden. Zo, hoeveel spul er dan wel niet zijn, weet je wel. Every collectible gem. Nou, dat is niet zo moeilijk, meestal. Het is me een keertje niet gelukt, dat weet ik wel. Maar, kijk, we hebben ze al. Easy. Slingshot, map, bed. Slingshot. Waar is een slingshot?
Dat is een hele goede vraag. Mallet, dat is dit. Alleen wat komt eerder, een L of een P? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, M, O, P. L komt eerder, dus dan moeten we eerst map. En M. Map, mallet, 8. Wat? Ah, flikker op hoor. Oké, laten we dan nu gewoon de bed doen. De vleermuis. Nou, rot op hoor. Hoe kan dat? Mijn alfabetische volgorde is nooit goed, maar ja. Dit is wel heel slecht. Like, kom op. Hoe dan? Zeppelin. Nou, hier. Zeppelin, magnet, nee, zeppelin, hard, en dan magnet. Ik zie de magnet hier al, dan moeten we alleen de hard doen. Waar is het hartje? Jezus Christus, we kunnen ook geen hints gebruiken, dat is het vervelende hieraan. Oh, hier. Dus zeppeling, hartje, magneet. Wat doe ik hier fout? Ik weet het echt niet. Ik begrijp even de hele volgorde niet meer hoor, hoe het achteruit moet. Ik vind het heel confusing. Ik ga er ook niet eens meer op focussen, jongen. Als ik hem haal, haal ik hem. En als ik hem niet haal, dan... ja, so be it. Oh, ik dacht dat we balloon moesten, maar nee. Chain. Spring. Die zag ik hier. Een lepel. Waar de... is een lepel? Waar is ook een logische plek voor een lepel? Een slingshot, dat moet toch nog wel lukken ergens hier. Slingshot zit er echt al vanaf het begin in trouwens, dus... Waar is het kring? Mijn hoofd zit ervoor, maar dat was echt niet normaal. Dat was echt... Het was een groene slingshot in de plantjes. Dat was gewoon alsof er twee takjes waren. What the fuck? Nou, die lepel zou ook alweer zoiets verstopt zitten. Ik weet het ook anders niet, want ik zie hem nog steeds niet. Ik ben echt aan het kijken alsof mijn leven vanaf hangt. Maar... Alsjeblieft, help mij. Jezus. Alright, since I'm feeling good today, I'm gonna give you an extra 10% on your trade. But also, one of the items you sold me last time was faulty, so that's minus 10% broken fee. So I guess it makes us even on both trades. Jezus Christus. We hebben wel lekker veel geld. And you must be Floyd. As long as you can remember and you are... Hey, well, you already know who I am. Folks call me Mr. Buckley. Chuck Buckley. Buckley Farms. Farmer of the year. 3 years running. Were you born under a rock? Oh, so you must be... You won the farmer of the year last time. Congratulations, Mr. Buckley. Last 3 times. And I ain't here for your congratulations. I'm here to say you ain't getting near my... Number one spot. Calm down, Rucker. There ain't no way to treat a guest. Your quaint little farm here in
Podunkville can't compete with the oiled machine of Buckley Farms Inc. Wouldn't dream of it, Mr. Buckley. Good man, Floyd. Now you bound reach. Well, I've got some employees to fire, so I'll be off. Well, that guy's kind of a jerk. Nah, maar echt. Farmer societies need to crop census data and they're put in old subscription until they have it. Okay. Excuse me, are you the owner of the farmstead? Yes, I'm Floyd. Can I help you? I'm Floyd. I'm Celia. Summers with the Farmer Society. I'm here to collect your official crop census data for our yearly records. Crop census data? I'm not sure I follow Miss Summers. Don't you number crops to keep track of the data? It requires according to the Farmer Society Guidelines Handbook. Nobody ever told me about it. Well, that's because nobody knew you even had a farm here until you popped up in the Farmers Monthly Top 50. Come on, I'll show you how to get your crop data. You like numbers, don't you? Is it Sudoku? Dit is Sudoku. Ik kan Sudoku, maar ik heb er geen zin in. Dus vandaar dat ik hem even skip. Floyd, the Farmer Society has noticed that you haven't really been upgrading your farm much lately. I've been growing crops, haven't really gotten around to it yet. Well, if you want to renew your farmer's market permit, you might want to get around with it. Are you saying that shut down or... Ja, fuck off met je te veel tekst. Het is heus niet erg om te lezen, maar het is irritant als het te veel is. En dit was gewoon te veel. Zo, maar we kunnen tenminste wel lekker... al onze crops en et cetera laten groeien. Lekker veel XP is dat weer. Ja, we hebben ook echt... Weet je? Ja, we hebben nu 5 van de 5 koeien. Dat is mooi. En... Fuck it, laten we beginnen met deze twee en dan de volgende keer doen die andere twee weer. Begin maar gewoon altijd bij strawberry, wat kan mij het rotten. Hup, ploeg dit maar eventjes nog om. En ook strawberry, zo. Ja, dames en heren, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farmington Tales. Mocht je nou hebben genoten, dan kun je zeker eventjes op een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, vergeet het belletje niet te drukken. En dan zou ik nog maar één ding zeggen en dat is tot de volgende keer. Doei doei!